Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb jullie laatst deze fashion design set van Barbie laten zien. Daarmee kun je dan een echte jurk maken voor Barbie. En dat wil ik vandaag eens even gaan proberen. Er zitten 8 van die soort stickers bij. En daar kun je dan verschillende designs op afdrukken. En dit is echt als een soort van stof. En dat daarachter kun je dan afhalen als een soort sticker. Dat kun je dan vervolgens op de Barbie plakken. Je kunt ook nog even die video bekijken, daar laat ik de set wat beter zien. En nu gaan we eens eventjes naar de computer kijken, want daar heb ik het programma geopend. Het is echt best wel simpel, je moet eigenlijk gewoon naar www.barbie.com gaan. /fashion-design-maker. En daar kun je dan zelf designs gaan maken. En als je dan die set hebt zoals ik heb, dan kun je die nog afdrukken. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om het gewoon zelf te designen. En daarna kun je het dus afdrukken op zo'n sticker. En die kun je dan op de Barbie plakken. Dan wachten we eventjes tot het programma er is. Ik ga zo meteen dan alles laten zien. Er zijn best wel veel designs om te kiezen. Je kunt verschillende stofjes kiezen. Je kunt ook nog riemen toevoegen. Dus ja, het is best wel een leuk programma. En ik zie dat de balk nu verder loopt. Nog een paar seconden en daar gaan we dan. Zo, daar zijn we dan. Daar is de Fashion Maker. Met muziek. Ja, daar zie je dus nu de jurk. Tot nu toe is alles nog wit, net zoals bij de Barbie. Die heeft nog helemaal niks op de jurk zitten. Zo. Hier is ze dan. Het ziet er net zo uit als bij de Barbie. En dat kun je je ook wel voorstellen. Je kunt eerst dus kleuren uitkiezen. Ik vind roze wel leuk. Dat kun je precies doen zoals je wilt. Of je kunt een wat interessanter patroontje doen. Bijvoorbeeld glitter. Of eens even kijken wat er allemaal is. Hier heb je nog roze. Hier heb je allemaal patronen. Je kunt een patroon doen op een ander patroon. Ik zal even wat inzoomen. Dan kunnen jullie het beter zien. Hier een bloemenpatroon. Dus je kunt verschillende patronen over elkaar doen. Dat ziet er ook best wel interessant uit. Maar wel een beetje gek natuurlijk. Ik ga het even iets mooier maken. Dit kan bijvoorbeeld wel. Je kunt bijvoorbeeld nog stippeltjes eroverheen doen. Dat zijn dus verschillende patronen en kleuren. Dan kun je ook zelf een foto toevoegen. Dus als je een foto van de computer erop wilt doen, dat kan ook. Een foto van Barbie erop of van je huisdier of zoiets. Echt alles wat je maar wilt. Dan kun je nog van die geborduurde randjes eraan vastmaken. En als je wat verder naar onder gaat, dan heb je hier nog een stropdas. Of hier heb je zo'n riem met een strik. Hier heb je ook een riem, maar dan meer wat naar boven. Je kunt hier nog zo'n jeansgiletje eroverheen doen. Of zo'n rokje aantrekken. Dus je hebt echt heel veel mogelijkheden. Bovendien kun je dan hier nog even opgaan. Daar heb je dan een heel groot hartje. Dat kun je nog een beetje kleiner maken. Dat kun je dan in groot, in klein, in verschillende kleuren erop doen. Of nog andere dingen. Bijvoorbeeld hier een knoop. Dit is een grote knoop. En je kunt het wat kleiner maken. Dus dat is helemaal up to you. Dan heb je hier nog een strik. Bijvoorbeeld een grote strik hier in het midden. Hier bloemen. Hier heb je nog een boom. Dat kun je dan ook nog doen op een t-shirt. Beetje een interessante keuze. Maar dat kun je dan doen op een t-shirt zonder print. Hier heb je ook nog zo'n streep. Dus je hebt echt ontzettend veel mogelijkheden om wat te designen.
Ik ga in ieder geval mijn eigen design maken. Ik ga er misschien een kat op doen. En als je wilt, dan kun je nog wat erop schrijven. Bijvoorbeeld Barbie. En dat kun je dan in verschillende lettertypes doen. En in verschillende kleuren. Kiezen. En dan kun je Oh, nu zit de tekst achter de kat. Ik heb nu zoveel dingen dat ik het niet eens meer kan verslepen. Volgens mij is het alweer weg. Het is een beetje te veel. Dus dat is eraf nu. Maar het principe, het werkt in ieder geval. Je kunt het zo doen. En als je dan klaar bent, dan kun je hieronder. Ik weet niet of jullie dat zien. Nu niet volgens mij. Dan kun je hieronder zo op het pijltje klikken. Dan vragen ze of je wist dat je het kunt printen. Ja, dat wisten we natuurlijk. En hier kun je namelijk nu op het printer-icoontje klikken. Zo ga ik het natuurlijk niet printen hoor, maar dit is gewoon een voorbeeld. Hieronder heb je dus een printersymbool. Daar ga ik even op staan met mijn muis. En dan kun je hier zo of direct vanaf de computer afdrukken. Of je kunt het als PDF opslaan. En bijvoorbeeld ik heb hier nu geen printer. Dan ga ik het even opslaan als PDF en dan ga ik het bij iemand anders afdrukken. Dat is ook een mogelijkheid. Dus ik doe dan save PDF en dan kan ik dat opslaan en dan kun je het afdrukken. Ik heb nu wat geprobeerd en ik heb wat gekozen. Het was eigenlijk best wel leuk om te doen. Er zitten ook heel veel dingetjes bij. En ik heb ook veel dingen geprobeerd. Ik heb hier het topje in een galaxy look. Dus met roze en blauw en kleine sterretjes. Daarop zit een grote kat. En de rok is zwart. Met hieronder van die kleine glittersteentjes. En hier een glitterriem. Ik zal hem nog eens even omdraaien. Dan zien jullie het van de achterkant. De rok is van de achterkant dezelfde. Hetzelfde ook met die riem. En van boven is het eigenlijk hetzelfde ook. Het ziet er een beetje gek uit. Maar ik wilde natuurlijk ook wat interessants uitproberen. En ja, dit ga ik nu eens eventjes printen. Eerst even als PDF en dan zelf printen. Zo, ik heb het nu geprint. Maar het was een beetje lastiger dan ik dacht. Bij de ene printer lukte het niet en toen moest ik een andere printer gebruiken. En toen heeft het eindelijk gewerkt. Maar het ziet er niet echt perfect uit. Ik zal het eens even laten zien. Kijk maar, hier bijvoorbeeld. Je ziet dat hier de lijn is. En hier is dan wit gebleven. Dus het is een beetje verplaatst. Maar ja, dat kan gebeuren. Ook bij het topje is het een beetje mislukt. Van de kat is zijn oor verdwenen. Maar ja, dat maakt niet uit. Met deze lintjes en stickers kun je het vast wel mooi maken. Ik ga het nu eens eventjes opplakken. De sticker eraf halen. Dit is de rok, de achterkant. Zo. Nu komt de voorkant van de rok. Ook een beetje verkeerd gegaan, maar ja, dat maakt niet uit. Het is toch nog wel leuk geworden. En eigenlijk heb ik dus zwart gekozen, maar door het afdrukken is het een... Ja, het is met zwarte verf, maar alsnog ziet het er meer uit als donkergrijs. Zo, dat is in ieder geval de rok. Nu komt dan het topje. Dat staat er ook echt bij, dat dit de achterkant is. Dat is wel makkelijk. Even het haar aan de kant. Dat kun je dan zo opplakken als een sticker.
En nu komt het voorste deel. Als je het eerste er een beetje verkeerd op plakt, dan kun je het er makkelijk weer afhalen en opnieuw proberen. Dat is niet erg als het niet echt past. Ja, dat ziet er best wel interessant uit. Ik vind dat het er toch eigenlijk beter uitziet dan ik dacht. Want hier zie je dat het eigenlijk... het is dus een beetje verkeerd gegaan. Maar alsnog vind ik het resultaat best prima. Zo, nu gaan we het nog eventjes een beetje versieren. Hier heb ik deze ruches en dan ga ik even zorgen dat het er iets chiquer uitziet. Zo, dat doe ik hier onder middel. Zo. Heel mooi. En dan heb ik nog deze stickers die erbij zaten. Die ga ik ook eens eventjes aan de zijkant van de rok plakken. Want daar heb je ook nog witte ruimtes. Dit hier wat wit gebleven is, daar ga ik nu deze hartjes op plakken. Zo, even goed aandrukken. Dan moet ik dit eventjes afknippen. Zo. En de rest kan ik dan hier aan de andere kant erop plakken. Hierachter heb ik ook nog zo'n stukje wit. Daar kan ik dan dit erop plakken. Ja, het eerste Barbie jurkje is klaar. Nou, het is eigenlijk geen jurkje, want het is meer een soort rokje en een topje. Maar het ziet er bijna uit als een jurkje en ik zal het nog eens even laten zien. Hier heb je een t-shirt met een kat erop en een galaxy look. Dat zit als gegoten bij Barbie. Dus dat heeft heel goed gewerkt om het op te plakken. En dan heb ik hier in het midden een beetje zo'n ruche. Ook om de overgang een beetje te verstoppen die niet heel mooi is geworden. En dan heb ik deze rok. Daar zitten van die glittersteentjes die in het midden zouden moeten zitten. Maar dat geeft niet dat ze een beetje aan de zijkant zijn beland. En verder heb ik het nog versierd met wat glitterelementjes. Ja, dit is dus mijn eerste outfit die ik voor Barbie heb gedesigned met deze Fashion Design Maker. Jullie kunnen me in de reacties laten weten wat jullie vinden van de outfit. Of ik er nog meer moet uitproberen. Het nadeel is natuurlijk... Als ik een andere outfit wil maken, dan moet ik dit eraf trekken. En ik weet niet of je dan net zo goed weer de nieuwe outfit erop kan plakken. Misschien kun je het er overheen plakken of zo, maar als je vaak van kleding wisselt, dan zal het niet zo goed werken, denk ik. Maar het is in ieder geval heel leuk om iets te designen. Dus gewoon op de computer en dat kan iedereen doen. Het is kosteloos. Je kunt dat gewoon op internet doen. Dan kun je het gewoon printen en opplakken. Dat was heel leuk om te doen. Dus ja, ik vind het een heel interessante set. Het is een beetje lastig om het af te drukken. Dus als je deze set hebt en het werkt niet met je printer, dan ligt het misschien aan de printer. Dan kun je het proberen bij iemand anders. En ja, verder, laat maar weten in de reacties wat jullie van de outfit vinden. Of jullie ook geïnteresseerd zijn in deze set. Of jullie nog vragen erover hebben. En of jullie willen dat ik nog andere outfits maak. Laat alles maar weten. En bekijk verder onze andere video's, abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!